Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Tottrex, de enige echte natuurlijk. Nou, hoe was de kermis in Tilburg? Ja, de kermis in Tilburg was echt ontzettend leuk. Ik vond het een van de leukste edities die er de afgelopen tijd geweest is. Ik vond hem nog beter dan vorig jaar vond ik hem. Ik vond het echt een hele leuke kermis, vond ik het. Gelukkig niet zoals vorig jaar. Een of ander heel rare middenstuk dat je uh, ja, uh, de boel uh, ineens uh, kwijt was. En uh, je ineens uh, in de middle of nowhere liep. Gewoon alles netjes aangesloten. Leuk kermisaanbod, leuke attracties. Echt een paar attracties die ik nog nooit eerder gezien had. En uh, ja, dat is ook wel weer wat uh, heel erg uh, nieuws op de kermis. Want ik heb eigenlijk altijd wel. Ja, de attracties die er stonden, die kon ik eigenlijk allemaal wel zo'n beetje. Had ik al meerdere keren bij verschillende kermissen had ik die gezien. Maar nu waren er echt een paar attracties bij. dat ik zoiets had van: hé. Hey, dat, uh, dat is nieuw, die, uh, die ken ik niet. Dus dat was wel heel erg leuk. Nou, uh, bij de afsluiter uh, hoorde je het al. Het ene is ten nadeel uh, wat uh, op de kermis was. en daar kon de, 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 kan de kermis zelf niks aan doen. Maar dat is de ontzettende hoop. Mensen, ja, sommigen waren voor mij ook zwervers, waren het die lege fles ophaalden. Je kon echt elke keer kwam je wel weer een, uh, iemand tegen met een hele grote plunje zak waar allemaal lege flessen in zaten. En uh, ja, die deed de flessen uh, gewoon met de blote handen. Gingen ze uh, ja, de vuilnisbakken in om uh, lege flessen op te halen. En als je de ene voorbij was gelopen, kwam je alweer de andere tegen. Dat was wel een uh, enorm nadeel, was dat van uh, deze editie van de Tilburgse kermis. Maar ja, toen kon de kermis verder uh, niks aan doen. Het was echt een ontzettend leuke kermis. De bus was ook weer uh, uh, ontzettend goed geregeld. Het was maar een eurotje, was het maar. Uh, ja, uh, zoals uh, gewoonlijk, altijd op de Tilburgse kermis zet ik mijn auto altijd bij de Universiteit van Tilburg neer. Nou, dan uh, loop je even naar het uh, tijdelijke hoekje eventjes, Daar worden kaartjes uitgedeeld. Nou, dit uh, jaar was het maar een eurotje, was het maar. En die breng je. Uh, ja, dan uh, laat je de kaartje aan de buschauffeur zien, je stapt de bus in en hij uh, zet je in het centrum of bij het uh, station van Tilburg zet, zet hij af. Nou, dat is maar een klein stukje lopen en. Uh, ja, Hij uh, doet je ook weer voor een euro. Uh, voor dezelfde euro kan je ook weer terugrijden. Dus je hoeft maar één euro te betalen. En dan heb je gewoon een retourtje. Heb je en dan kan je gewoon uh, ja, heen en weer peddelen. Van uh, de Tilburgse kermis naar uh, je autootje toe. Die op de parkeerplaats staat. Nou echt super goed geregeld. Ik heb... Uh, ja... Nergens uh, het zo goed meegemaakt als in Tilburg. In Tilburg is dat altijd echt heel erg goed geregeld. Door de BBA, de Brabantse busmaatschappij. Uh, echt ontzettend goed geregeld. Uh, de kermis, ja, weer leuke attracties. De reactor was er weer. De breakdance was er weer. De, de chaos was er weer. Uh, ja, echt uh, alle... Attracties die de Tilburgse kermis de Tilburgse kermis maken, die, uh, die waren er. Dus ik, uh, ik ben ruim uh, ruim 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 tevreden over deze editie. Volgend jaar dan gaan we weer als het goed is. Ik hoop het in ieder geval. Ik hoop dat het er dan weer mensen zijn die uh, dan meegaan, want het is altijd maar even afwachten uh, wie er meegaat naar de Tilburgse kermis. Ja, nu uh, ging Ger niet. Um, ja, nu ben ik uh, alleen met Joost geweest. Uh, als het goed is, uh, spoiler, Binnenkort weer een kermisvlog. Uh, als jullie een beetje uh, kermislief hebben, zijn dan kunnen jullie wel rijden, welke kermis dat is. Uh, daar gaan we als het goed is. Het is nu uh, zondag, 4 augustus is het. Uh, als het goed is, gaan we daar. Volgende week gaan we daarheen op een zaterdag. Dus dan, uh, dan gaan we daar naar de kermis. Kermis toe en dan uh, hoop ik weer een hele leuke kermis te beleven. Als het goed is ga Ger dan ook mee. Ik heb al tegen Ger gezegd als je niet mee gaat, Ger, dan sleur ik je mee, want je gaat gewoon mee naar. Dus um, ja, in ieder geval nog uh, een, een leuke kermis op de planning en ook nog andere leuke vlogs. Ik ben net even buiten geweest. Even weg geweest. Uh, daar heb ik weer twee vlogjes opgenomen. Die komen dadelijk nog. Hierna komt er nog een vlog over Planet Coaster 2. Want, want er zijn nieuwe uh, videobeelden uitgekomen. Ze laten nieuwe beelden zien van de gameplay in uh, Planet Coaster 2. Dus die ga ik eventjes uh, laten zien. En mijn mening erover geven. Um, ja, mijn mening erover geven. Het is gewoon fantastisch hoe... Uh, en het keuze de tweede uitziet. Maar dat komt de volgende vlog. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op het belletje. Dan wordt u de gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen: de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog. Maar weer. Bye bye. Hoi.